Hey toppers, goedemorgen, ben ik weer. Welkom bij weer een nieuwe dictee. Ja, deze is voor groep 8. In het filmpje op 7 heb ik even ook een korte mededeling gedaan. Kijk er eventjes na, want dat geldt natuurlijk ook voor jullie. Dus als je even op die video klikt, dan heb je die ook meteen gezien. Ik ga hier al lekker het dictee doen met jullie. Ik zou zeggen, heel veel succes, zodat je spellingschrift erbij hebt. Het is vandaag 7 april, blok 7, week 1, les 2. En dan ga ik lekker meteen starten. Het eerste woord is de militairen. Het tweede woord is de vredesmissie. En het laatste woord is de tank. Dat waren de woorden naar komende zinnen. Zij stichten toen vrede. Was duidelijk genoeg, denk ik. En het laatste zinnetje. Het Nederlandse leger heeft voor internationale veiligheid gezorgd. Dat waren de zinnen en woorden. Gaan we naar kijken. Eerste woord, de militairen. Kilowoorden, bij de I hoort de I, maar je schrijft de E. En ook is het een militair woord. Excuus. Tweede woord is de vredesmissie. Samenstelling met het woord vrede en missie. Vrede is een lange klank, klankgeboord. Laatste klank is een E, dus neem je een stukje van weg. Bij missie hoor je bij de E een korte klank, daarom met een dubbel S. En de tank is een leenwoord. Zij stichten toen vrede. Toen staat er, dat is verleden tijd. Dus daarom is het zij stichten, verleden tijd. Het is een T-woord, dus is het plus T-E-N. Want zij is voor meerdere. Zij stichten toen vrede en niet zij als één persoon. En zin 2, het Nederlands leger heeft voor internationale veiligheid gezorgd. Gezorgd met een D. Waarom? Zorgen, hele werkwoord, de G zit niet in het kofferschip, dus dan met een D. Jullie raam maken vanuit je werkboek, bladzijde 37, opdracht 1, 2 en 3. De plaatjes heb je misschien een beetje nodig, maar je hebt ook de tekst. Maar de eerste en de laatste spreken voor zich. En de tweede, dat is een advocaat. En die andere is aan het kopiëren. Dat was hem weer. Ik zou zeggen, heel veel succes ermee. Jullie weten, ik ben straks weer online voor de hangout. Dus jullie zijn altijd welkom om, als je vragen hebt natuurlijk. Misschien ook als je gewoon even gezellig wil kletsen. Dan ben je ook van harte welkom. Dat is om 11:30. Verder zou ik zeggen, heel veel succes weer vandaag. En ik spreek jullie snel weer. Er mocht wat zijn, jullie weten me te vinden. Succes! En later!